Directeur van het Gelders Orkest, Wibrand Buma, gaat per direct weg. Hij maakt dit vrijdagochtend bekend. Buma zegt zich nu op andere zaken te willen richten. In januari 2016 trad hij aan als directeur. In der tijd werd ook duidelijk dat de overheidssubsidies werden teruggeschroefd, waardoor het bestaan van het orkest op het spel stond. De afgelopen jaren hield zij zich vooral bezig met het aanhouden van het orkest en de fusie met het Orkest van het Oosten. Peter de Leeuwerk neemt als interim directeur de taken van Buma tot de fusiedatum over.